Hé, hey, gaan we ons gelijk onderuit, hè? Voor de wereld heb ik een eigen. Zit wel lekker uit dit hotel, over? Zit! Nou jongens, ga gezellig naar de Haast, heel veel haast. Barcelona, goodbye, adios amigos. Vlog staat aan het renderen, pak alle spullen, moeten nu gaan rijden, anders komen we te laat. Zeg maar, iedereen welkom bij een nieuwe vlog. Het is heel donker in de lift. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we gas geven, jongens? Zo, kijk die rap, hé. Dat is die 812, 918 bedoel ik. Kijk eens even, hé. Next level staat er overal op. Nou, dat klopt wel. Goedemorgen. We gaan weer op pad met Shrek. En anders niks, hè? Hey. Oké, vandaag rijden we met 2 GT3 RS'en. Maar nee, goedemorgen. Goedemorgen. Laatste dag, maar toch uiteindelijk wel staan. Hey, gaan we ons gelijk onderuit, hè? Gelijk al. Dit zijn wel weer wegen, hoor. Hey. Kijk eens even langs de kust. Kijk deze bochtjes allemaal. Het is nu nog druk, straks rijden we het rustige gedeelte in. En dan gaan we als een jekko. Ik kan wel. Hala. Ik heb gewoon te erg slaapgebrek om te rijden, dus Brian gaat even rijden. We rijden vandaag de hele dag bergpassen. Ik moet gewoon even powernappen. Ik heb maar 2,5 uur slaap of zo, omdat de vlog natuurlijk gewoon 5 uur wordt ingepland. Dit soort trips zijn zo slopend, maar zo leuk, jongen, voor mij. Maar we gaan weer tanken. Komt de hele stoet aan rijden, allemaal volgooien. Dan gaan we rammen, jongen, door die berg. Hoor hè, dat ding, hé! Hey! Toppie! Mag ik hem even horen, dat ding, hé? Hey? Fantastisch! Zo, de knetter, hé. Hey. Nou, we gooien dat ding vol, dan gaan we door, hé. Hey. Oh, wat is dit? Ik kan blijven kijken naar dit allemaal. Mr. Kawash! Doe de kawasje! Oh, ja. Jongens, ik denk dat powernap hem niet wordt. Het gaat er hard aan toe namelijk. Maar beter dat ik niet rij. Want ik ben niet scherp. Ik ben niet fit. Oh mijn god. Door de mountains of Catalonia. Catalonia, ja. Je rijdt zo'n stukje en beland je gewoon weer bij een tankstation. Die tank is gewoon gelijk leeg. Je rijdt gewoon. Je hebt alleen 95. Ja, we moeten wel. We zijn leeg, maat. Het mag erin, dus we hebben geen keus. Ja, wij zijn als enige leeg. Die gasten hebben nog genoeg. Dus 95 even voor de helft volgegooid. En zo meteen moet zij ook tanken. En dan pleuren we 98 dit. Ja. We gaan al, ja. Mooi. En we knallen er weer door. Dames en heren, dag nummer 7 van Streetgasm. En wij tanken ons natuurlijk zit vast, ik wil hem naar voren leunen te praten. We tanken ons natuurlijk helemaal het schomp, dus dat is niet normaal. We tanken soms 4-5 keer per dag als het nodig is. De prijzen zijn nu krankzinnig. Zelfs hier zo. We gaan de gemiddelde Europese benzineprijs pakken aan het einde van de trip. En aan het einde van de trip gaan we kijken hoeveel euro we getankt hebben. Ik denk nu al dat we op een paar duizend euro zitten, denk ik, de man. Ik denk dat, nou, laat zeggen, 1500 euro zit er wel op, denk zeker. Ik. Zeker, minimaal. Op dag nummer 7. Ja, in totaal rijden we natuurlijk 10 dagen. Ja, we zien het wel na die 10 dagen. Ik ben heel benieuwd hoeveel het is. Maar ja, het is het meer dan waard van deze ervaring. Het is echt een levenservaring. En het is leuk dat wij ook gewoon afwisselen. Want ja, dat is toch top. Ik bedoel, ik gun het mijn maat ook dat hij gewoon lekker vol kan scheuren in mijn wagen. Waar die ook voor gebouwd is, dat ding. Met deze berg, oh jongens, overschakelen op camera, dit is Einfach Verrucktia. Dat is mijn nieuwe stopbord voor de komende tijd. Einfach Verrucktia, dat is Duits, dat heb ik gehad, ja. Oké, overgeschakeld, kijk, inhalen hier zo. Achter een Bentley aan. Maar kijk die natuur hier, hé. Wauw. Dat is toch gaaf. Met zo'n auto zou ik persoonlijk geen streetgasm mee willen rijden. Zou ik te lof vinden. Wat een natuur. Oh. Wow, wat is dit vet, hè, jongens. Wow. Wat een gek.
krachten meten, jongens. Zo'n vette optie. Ik ga proberen mijn camera stil te houden. Ah, het is niet te doen. Kut! We hebben 6 cilinders, dus die zuipen net wat minder dan zo'n 5,2 liter V10. Dus zij hoeven nog niet te tanken, wij weer wel. Wordt er ook voor je gedaan gewoon altijd, weet je wel. Je hoeft niet zelf te tanken. Schattig tankstationnetje. Nee, dit is al lang zo. We zitten in de playlist te luisteren van 2015 tot en met 2017. Het waren de jaren dat ik voor het eerst begon met flink bier drinken. Alleen maar goede flashbacks. Ik denk een beetje te veel, hè? Tientje AB. Ja, we hebben tientje over een keer. Hey. Hey René, laat je blote reet zien! Doe het! Wat? Hey, haal daar een keer een heggenschaar langs, man! Dan gaan we weer! Door de bergen van Alicante! Ik heb ook nog nooit zo lopen trappen in 41 graden natuurlijk. We zien het wel, maar eens kijken, het trekt nu alweer ruim even rustig, maat. We kunnen nu alweer 9000 toeren. Dat is toch spannend. En we zijn bijna bij het hotel. Hij is alweer bijna 90. Dat is bijna 90 ook. Trouwens, in alle hectiek halen we koelvloeistof door elkaar met de olie. Dat is natuurlijk een heel andere temperatuur. Heeft hij zelf een vis, Brian? Nee, dat is jammer. Español.
ook zo kobbels in de weg, hè? Knijters. Speciaal voor Brian, omdat hij er al naar vroeg. Ik kom met bivak, vak en pendy, want ik wil niet in detentie. Maar Koevoet die zit binnen dus, logisch dat ik hem zie. Kleinies bellen op, zeg maar waar moet ik het heen brengen? Waal in de buurt zag en net 5G tv-zender. Sla je deuren in, zolang ik maar kleuren vinden. Wat die net een kleine broek, mattie, want ik scheur daarin. Wat doe man, jij leeft dit niet te smoken of te stelen. Wie zie ons met een regenjas, brada maar het regen die niet poefoes. Zijn we er hoor. Vandaag is het hotel een golfresort. Een golf, hallo, lekker velen maar jongen. Oké, zijn nog wat waardjes. Een golfresort. De 918 Spider heeft gewoon een plekje voor het hotel, hè? Hey. Brian. Welk nummer is de deur weer? Waar loop je heen? Weet ik veel. We hebben nummer 300. Check net tegen, je loopt gewoon vol langs. Serieus? Let's check it out. Oh, 300! Oh, wauw, wacht, mijn lens is vies. Laten we even kijken, man. Hier is het zwembad. Weet je zeker dat je gaat slapen? Dan pas je er nog in. Ik zou als ik jou was gewoon lekker het zwembad ingaan. Laten we slapen. Wauw, is het open? Gaan we op zo'n zonnebedje slapen? Nee, maar anders is het warm hier, dus gaat het ook niet open. Ja, maar ik wil even gewoon even filmen. Ik ben er allemaal schreeuwen naar die gasten beneden voor jou. Hey. Kijk, ze reageren niet. Ik weet ook al hun namen niet eigenlijk. Ziet er wel lekker uit dit hotel ook, hè? Kijk beneden. Golfresort. Ja, die mannen zitten flaneren in het zwembad, hoor. Ja, Brian hoor je allemaal lullen, omdat ik dacht ik wilde even powernappen nog. Ik ben helemaal er vanaf. Als ik dat zwembad zie, dan... I don't know. Kijk wat we weer hebben. Hey! Swammaster! Ik denk wat die wel is! Cheers, mate. I can feel the universe. Hello. Wat geeft meer licht? Nee, die van René. Zitten jullie allebei eten tussen jullie tanden? Tabasco? Shahid, wat heb jij gemaakt hier? Tabasco? Het lijkt net barfa, hoor. Garnalenkop sap. Ik heb hier citroen. Tabasco. Olijfolie, om lekker te smeren. En peper. Peper? Dus peper, garnaal, olijfolie en tabasco. Tabasco. En wij gaan 1 op 10 doen wie het moet op. Oh, wacht. En boter. Wil je tomatensaus op? Ja, en tomatensaus, kom maar door. Maar Shahid, wij gaan doen wie het moet opeten. 1 op 10. 1 op 10. Oké, dan een beetje tomatensaus erbij. Oh jongens. Ik ga het voorbij. Hoe groot is het? Nee, het is toch gewoon eten? Nee, ik doe zeker niet mee. Jawel, maat. Nee, mijn tanden zouden er gewoon uitklappen gewoon. Ik zweer het hier. Eerst voor jou. En dan voor mij. 3, 2, 1. Nu voor jou. 3, 2, 1, 2. Hoeveel? 10. Zullen we gewoon doorgaan tot iemand hem heeft? Dan gaan we 1 op 9. Wacht, wat is de bedoeling? We gaan net zo lang door tot iemand hem heeft. Als wij hetzelfde hebben, met hij en 3 en anders 1. Je bent oud, hè? Je kent niet 1 op 10. 1 op 9. Oké, 2, 1, 6. 1 op 9 voor jou. 3, 2, 1, 8. 1 op 8. 3, 2, 1, 8. Wacht. Voor mij, hè? Voor jou, hè? 3, 2, 1. Oké, voor jou. 3, 2, 1, 6. 1 op 7. 3, 2, 1, 6. Ik dacht dat het was. 3, 2, 1, 7. Ja. Oh.
Hé, je tuft er niet mij op kant op, je tuft helemaal onder me. Je gaf op mij te hoesten en te spetteren. Deze gast is er echt niet goed. Deze is er echt niet goed. Jullie zijn echt niet goed hoor. Zee, gaan we nog een keer? Nee, René, nu met René. Nee. Jawel, vat wel mee, maat. Nee, ja, vat wel mee. Wel dom, man. Ik doe echt niet mee. Ik heb gelijk een koortslip. Apenpokken. Oké, wie nog weer? Ilko. Iemand eenmaal 50 euro? Wacht even, nou gaan we de goede kant. René, kun je toch één tandje van kopen? Nee, joh. Iets aanslijpen, denk ik. Nou, jongens, het eten was lekker. Hé, Tom, waar is jouw dom? Ah, joh, in het zakje. Ah, joh, godverdomme. Hé, Tom, waar is jouw dom? Ben je op? Hier is jouw dom. Ah, joh. Brian, is dit een goed idee? Ja, nee. Je gaat maar één keer op vakantie, toch? Olé, olé, olé. We are the champions. Olé, 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 olé. We are the champions. We are the champions. Het is om te gieren. Kijk naar Rick Baltic. Hey, lekker tintje, Dom. We hebben hier live Dom en Ad. Ja, joh. Dom en Ad. Steek je vinger in je hol, hè. En Ad. Ga je het redden, denk je? Oh, René. Het is echt... Ik ben blij dat René en ik elkaar niet vroeg op school zaten. Dan ben ik allebei gewoon 10 jaar vastgezeten. Had je maar in Zeewollywood op school gezeten. Ik ben blij dat ik niet in Zeewollywood ben opgegroeid, gek. Oh. Was niet goed gekomen. Nee. Nou jongens, we gaan gezellig naar de club. Ik ga gezellig. Kan gebeuren. Heb je het warm? Oh. In het water. In het water. Oh, de ijsmijder komt. Even een nieuw nummer. Ik heb wel gedronken hoor. Ja, alleen jij. Would you lie to me, baby? Would you lie to me? Hoor je? Doe die. Take to my eyes and I see the devil lie. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oké. Hey, shit, we kunnen er omheen drijven niet, maar we hebben echt een feest vanavond. Ja, maar ik heb ook gedronken. Ik praat met dat op. Dat heb jij bijna nooit. Nee, echt. Behalve als je drinkt. Ja, maar ik moet eerst even kijken, hè. Let op. Deze is zeiknat. Van de champagne. Van champagne. Danny, die ging mij even pranken. Ik was... Jij bent naar de kloten. Maar ja, ik ben ook naar de kloten. Oh, wat een goede avond. Man. Gelukkig slaapt Ilko op mijn eigen kamer. Slaap ik lekker. Als ik hier ga liggen, dan ben ik echt gewoon... Niet doen. Koulo slapen. Ja, je mag hier slapen voor mij, maar dat vindt Brian niet heel leuk, denk ik. Ja, Brian gaat bij Brian. Een flesje meegenomen naar de hotelkamer terug, hoor. Hey. Zo. Het was een feestje bij een soort pooldek of zo. Ja, ik moet natuurlijk altijd dansen. En toen ben ik maar achter DJ-boot gaan staan bij Niels, mijn maatje Niels. Je ziet aan de ene kant van Niels en ik links en hebben eigenlijk de hele avond zo gestaan. Ja, hey. KB pakken en zo. En nu is mijn autoraam kapot. Die is klaar. We hadden al een heel klein sterretje erin. En toen ging ik weer op schoop iemand op de terugweg. En toen ging ik over een drempel. Toen ik naar voren leunen. En toen ging ik over. Bats. En ik. Au. Toen barstte niet alleen maar over mijn autoraam. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Het was weer een gouden dag. Heel veel in de auto gezeten. Dus ik heb geen idee hoe ik deze vlog geëdit heb. En ik weet wel dat het een hele goede dag was. En dat ik genoten heb. En ik denk dat jullie ook wel weer meegenoten hebben van de beelden en van de gekkigheid. En er is weer veel gebeurd. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. We gaan dan rijden naar Ibiza. Dan is de aankomst. Dus dan helemaal goud. Helemaal goud. En het gaat weer helemaal fout. Ik zie jullie morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is anus. Ik kan heel erg zweten in dit weer.
Die ene chick die zei tegen hem van...